Goedemiddag en welkom iedereen op dit webinar over Back to Work, Exit uit de Lockdown. We zitten eindelijk, zou ik bijna zeggen, op een parcours richting een min of meer heropstart en hopelijk normalisering van de economische situatie in het heropstarten van het werk. En dit webinar gaat daarover precies inzoomen op wat nu de situatie is nadat het werk na toch een periode van inactiviteit grotendeels terug langzaam wordt opgestart. Het is een gefaseerde exit. Zoals u weet wordt op gereelde tijdstippen de Nationale Veiligheidsraad samengebracht om nieuwe maatregelen te beslissen. En die maatregelen worden telkens geconcretiseerd in een ministerieel besluit. En tot op heden zijn er een viertal van die besluiten gekomen. U vindt ze alle vier vermeld op de slide. En het laatste besluit dateert van 30 april jongstleden, dat dus de huidige fase 1a, zoals die genoemd werd, uit de heropstart regelt. Misschien wel hier als voorafgaande opmerking dat deze presentatie rekening houdt met de wetgeving zoals gekend was tot vandaag, maar tot 5 mei staat op de slide. Het evolueert allemaal zeer snel, dus we proberen er zo actueel mogelijk bij te zijn. Wat is de huidige situatie na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week vrijdag en ook deels van gisteren? Dat is dat we nog altijd een onderscheid maken tussen drie grote groepen van ondernemingen. Er zijn enerzijds de ondernemingen die activiteiten verrichten die nog altijd verboden zijn. Die vindt u links op de slide. En het ganse lijstje staat opgesomd, is ook nog vorige week iets gewijzigd. Dat zijn ondernemingen uit een aantal sectoren, met name cultureel, recreatief, sportief, horeca, niet-essentiële winkels en markten die nog moeten inactief blijven, met uitzondering van een lijstje dat u daar op de slide terugvindt. Die lijst zal vanaf maandag aanstaande, zoals gisteren beslist werd, uiteraard gewijzigd worden, omdat ook vanaf maandag de niet-essentiële winkels opnieuw kunnen openen. En dus het lijstje met uitzonderingen zal vanaf maandag niet meer geldig zijn, omdat dan in C alle winkels opnieuw kunnen geopend worden. Daarnaast, voor de andere activiteiten, was en is er een onderscheid tussen de enerzijds essentiële activiteiten, die vindt u rechts op de slide. Dat zijn de cruciale sectoren en essentiële diensten en alle activiteiten die daar essentiële diensten in onderhandeling aan verrichten en die opgeleid waren of nog steeds zijn in een bijlage aan het ministerieel besluit. U zal zich herinneren dat er een lange lijst is van partijcomité's en van activiteiten die gerekend worden tot essentiële activiteiten. Wel nu, voor hen zegt het ministerieel besluit nog steeds ongewijzigd dat telewerk wordt toegepast indien dit gelet op de functie mogelijk is. En wanneer het niet mogelijk is, dat het werk op de normale werkvloer kan worden verder gezet, mits de regels van social distancing in acht worden genomen. En voor deze ondernemingen is er ook contact met het publiek op de werkplek mogelijk, voor zover deze interacties niet op afstand kunnen plaatsvinden. En in de mate van het mogelijke moet daar de social distancing verder gerespecteerd blijven. Dus voor die essentiële diensten is er eigenlijk sinds het laatste ministerieel besluit weinig of niets veranderd. En zij kunnen dus, mits een inspanningsverbintenis te doen om social distancing te respecteren, hun activiteiten uiteraard verder zetten. De grote wijziging van vorige week vrijdag doet zich met name voor de andere activiteiten die niet als essentiële activiteiten kwalificeren. Daar was tot vorige week een verbod om, of een verplichting beter gezegd, om thuis te werken, aan telewerk te doen. Dat verandert nu, dat wordt nu een aanbeveling, een weliswaar sterke aanbeveling, maar toch een aanbeveling, wat dus een hele wijziging is tegenover de aanpak voorheen. Dus vanaf
4 mei, jongstleden, geldt daar een aanbeveling om in de mate van het mogelijk thuis te werken, telewerken doen. En niet dat dit kan, moet men op de werkvloer de social distancing trachten te respecteren en maximaal te garanderen. Of minstens maatregelen nemen, preventiemaatregelen, die een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen. Enkel voor de wat men noemde de business-to-business activiteiten. Activiteiten waar geen contact zijn met cliënteel, omdat, zoals het besluit het formuleert, lokalen enkel toegankelijk zijn voor professionelen onderling, dus niet voor cliënten, niet voor eindgebruikers of voor contacten met de overheid. Dus dat is het grote, ik denk, vrij bekende plaatje van waar we vandaag zitten. In qua activiteiten die wel of niet zijn toegelaten. En concreet naar wat dat nu betekent voor de organisatie van het werk, zal u zien dat telewerk nog altijd de norm blijft. Hè, waar het geen verplichting meer is, wordt het zowel voor de essentiële als de niet-essentiële ondernemingen sterk aanbevolen. En dit zonder concrete einddatum op vandaag, dus eigenlijk een stukje sine die, waarbij de vraag kan gesteld worden of dit niet een opstapje is naar een toch wel wat meer formele vorm van structureel telewerk. Dus telewerk blijft de norm, niet langer verplicht. Het onderscheid tussen de twee sectoren heb ik al kort even aangehaald. Voor niet-essentiële ondernemingen is het een aanbeveling voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Voor de essentiële diensten is het een aanbeveling in de mate van het mogelijke, dus een inspanningsverbindenis. Dus de verplichting die voorheen bestond, is eigenlijk weggevallen vanaf 4 mei jongstleden. De vraag in het kader van dit nu aanbevolen telethuiswerk, zoals men het noemt, is van wat zijn de wettelijke spelregels die daar nu voor gelden? Wat is het wettelijk kader? Het is stricto sensu geen telewerk zoals we dat eigenlijk al lang kennen, zoals het geregeld is door een collectieve arbeidsovereenkomst nummer 85. Want dat veronderstelt een regelmatig en niet incidenteel telewerk, terwijl dit toch kadert in een min of meer tijdelijke aanbeveling of maatregel om telethuiswerk te promoten, te stimuleren. Stricto sensu is het ook geen occasioneel telewerk, zoals dat in 2017 werd ingevoerd door de wet werkbaar, wendbaar werk, de zogenaamde wet Peters, omdat die eigenlijk uitgaat van een vraag van een werknemer in een concrete situatie om occasioneel eenmalig thuis te kunnen werken. Dus die wettelijke kaders golden eigenlijk niet. Of wat was u eigenlijk wel gezegd? Kijk, we gaan ons inspireren op dat occasioneel telewerk, dat vrij informeel geregeld is, dat een aanvraag vereist en afspraken tussen werkgever en werknemer. Dat stricto sensu geen formele overeenkomst of bijlage vereist aan de arbeidsovereenkomst. En dat kader kan dus ook toegepast worden op het telewerk dat onder de noemer van het corona-regime wordt toegepast. Dus geen verplichting van een overeenkomst of een bijlage. Per e-mail kan er bestaan. Men moet dat pragmatisch aanpakken. Maar we hebben toch altijd van meet af aan, en we blijven dat herhalen, aanbevolen om toch een contractueel of reglementair kader te creëren. En bevragingen die we al een aantal keren gedaan hebben, ook naar aanleiding van andere webinars, tonen aan dat er eigenlijk nog steeds heel veel mensen thuis werken zonder dat daar een minimaal afsprakenkader is gemaakt. Het lijkt ons toch wel nuttig om dat te doen, of alsnog te doen, ook in het kader van de telethuiswerk bij corona. Minstens dat u de duurtijd regelt, dat het toch overeenkomt dat dit enkel geldt voor een periode dat het in kader van corona nodig is en dat het einde neemt en geen verworven rechten creëert nadien. Regels over de controle die gebeurt, want uiteindelijk bij thuiswerk is er minder fysieke controle. Gebeurt het allemaal digitaal? Hè? Hoe controleer je de werkelijke activiteiten van de werknemer? Dat gaat dan vaak via digitale controles of online technologieën, e-mailbox enzovoort. Daar gelden ook spelregels voor. Het is nuttig toch ook in die afspraken daar iets over op
te nemen, dat er controle kan gebeuren in welke omstandigheden, wat met die gegevens dan zal gebeuren, nakijken of de data protection notice die vandaag al bestaat in de onderneming ook thuiswerk regelt enzovoort, afspraken over de veiligheid van systemen die gebruikt worden, hoe daarmee wordt omgegaan en ook de periodes waarin u verwacht dat de werknemer actief is, aan het werk is, thuis beschikbaar is, ook nuttig, al is het maar met het oog op eventuele arbeidsongevallen en het vermoeden van een arbeidsongeval tijdens die beschikbaarheidsperiode, dat het nuttig is om dat op papier te hebben staan. Daarnaast, naast het afsprakenkader, is een vraag die we ook vaak gekregen hebben, is of de kosten die daar dan aan verbonden zijn, konden terugbetaald worden. En daar hebben zowel de RSZ als de fiscus bevestigend op geantwoord. U vindt op de slide de bedragen die netto kunnen worden uitgekeerd aan de werknemers. Indien er een internetverbinding wordt gebruikt, kan daar €20 per maand voor worden toegekend. Voor het gebruik van een eigen PC van de werknemer ook €20 per maand. En indien men op een regelmatige wijze moet thuiswerken in het kader van de coronamaatregelen, dan kan er ook een bureaukostenvergoeding worden toegekend. En die kan €126,94 bedragen. Andere kosten kunnen worden vergoed op basis van de werkelijke kosten. Dus u kan gebruik maken van deze bedragen om een fiscaal gunstige kostenvergoeding toe te kennen aan de werknemers die thuiswerken. Dit wat betreft het kader voor het thuiswerken onder de coronamaatregelen. Maar goed, dat thuiswerken is nu een aanbeveling. Men gaat op langere termijn gaan zien of dat thuiswerken misschien toch niet wat permanenter kan geformaliseerd worden. En men gaat misschien evolueren naar een eerdere vorm van structureel thuiswerk, waarbij men uit die tijdelijke maatregelen naar een meer definitieve situatie groeit. Werknemers zijn ondertussen ook gewoon om thuis te werken. Die vraag wordt ook groter. En dan is natuurlijk de vraag, wat is dan het juridisch kader dat u naar de toekomst toe daarvoor kan en moet respecteren? En dan kom ik terug op die twee noties die ik daarnet al even heb vermeld, die al langer bestaan in ons Belgisch arbeidsrecht. Dat is enerzijds het telewerk. En anderzijds het occasioneel telewerk. Het ene geregeld door CO 85, het andere door die wet Peters van 5 maart 2017. En het onderscheid tussen beide is met name gelegen in de frequentie, in de systematiek waarvan er gebruik wordt gemaakt. Het zijn allebei systemen waarbij men uiteraard met gebruik van informatietechnologie werkzaamheden uitvoert buiten de normale bedrijfslocatie. Maar voor telewerk gaat dat over een regelmatige en niet incidentele wijze van toepassen van deze organisatievorm van het werk. Terwijl occasioneel telewerk, zoals de naam het zelf zegt, incidenteel is en niet op regelmatige basis naar aanleiding van een overmachtssituatie, bijvoorbeeld een treinstaking, of wanneer er persoonlijke redenen zijn, eigen aan de werknemer, geen opvang voor kinderen, zieke kinderen, dat soort zaken, kunnen aanleiding geven om occasioneel telewerk toe te passen. Wanneer u gaat naar het structureel telewerk op regelmatige basis, CO 85, dan zijn er een aantal principes die spelen. Dan heb je niet meer een overheidsmaatregel die verplicht om dit toe te passen en die u dan kan gebruiken om dat op te leggen, maar dan is het principe dat van de vrijwilligheid. En dan zal de werknemer moeten instemmen om structureel thuis te werken, tenzij u dat misschien al in de arbeidsovereenkomst hebt geregeld, waar dat u nu reeds voorzien hebt dat op vraag van de werkgever thuiswerk telewerk kan worden opgelegd. Maar het principe is vrijwilligheid. Twee, moet u daar ook een schriftelijke overeenkomst over opstellen. U vindt op de slide alle verplichte vermeldingen. Die ga ik niet in detail overlopen, maar u moet dat schriftelijk formaliseren. De sanctie is eerder beperkt. De sanctie bestaat erin dat de werknemer een terugkeer naar de bedrijfslocatie kan vragen. Oh, goed, dat is misschien nog niet de meest vergaande sanctie, maar u moet dus die formalisering doen. Daarnaast is er ook wat een regeling in zaken informatie die u aan de telewerker moet verschaffen enzovoort. Allemaal geregeld in CO 85.
vooral dat is het occasioneel telewerk, maar het is dus eerder incidenteel, zoals gezegd. Daar is de procedure veel lichter. Daar gaat de werknemer voorafgaand en binnen een redelijke termijn de vraag moeten stellen om naar aanleiding van die overmacht of die persoonlijke omstandigheid te kunnen thuiswerken. En die werkgever moet daarmee instemmen. Weigert hij, dat kan hij, maar dan moet hij dat wel schriftelijk gaan motiveren. Dus die procedure is eigenlijk vraag en aanbod, akkoord werkgever en werknemer, vrij informeel geregeld. Er is dus geen schriftelijke overeenkomst vereist, maar er moeten wel afspraken gemaakt worden. Dat kan in een policy bijvoorbeeld over apparatuur die men ter beschikking stelt, de bereikbaarheid van de werknemer, vergoeding van kosten. Dus dat wat betreft de formaliteiten wanneer u telewerk meer naar de toekomst toe, na corona, verder wil blijven toepassen. Een ander belangrijk aspect daarbij waar we toch steeds vragen over krijgen, dat is van ja, welke verplichtingen heeft uw werkgever op het vlak van het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en kosten? Ik begin even met het makkelijkste, het occasioneel telewerk. Daar is eigenlijk geen verplichting. Enkel de verplichting om afspraken te maken, maar in elk van die afspraken bepalen de partijen zelf. Een algemene verplichting voor de werkgever is dat hij de hulpmiddelen moet ter beschikking stellen aan de werknemer om de arbeidsovereenkomst uit te voeren. Dat is artikel 20 ten eerste van de wet op de arbeidsovereenkomsten. Dus er is daar ergens wel een algemeen geformuleerde verplichting om hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Maar, zegt dat artikel, behoudenstrijding bedingt, dus partijen kunnen nog overeenkomen dat er geen tussenkomst aan kosten zou zijn. Dat is aan de volledige vrijheid van partijen. Vooral betreft het structureel telewerk, en daar gaan we nog in principe naar kijken, wanneer u telewerk gaat implementeren, dan is er een duidelijke verplichting om apparatuur en technische ondersteuning ter beschikking stellen. De werkgever kan zelf apparatuur ter beschikking stellen. En als de werknemer dit voor privédoeleinden mag gebruiken, creëert dat een voordeel al het aard dat ook fiscaal dan belast wordt. U vindt de bedragen op de slag. Indien er geen apparatuur wordt ter beschikking gesteld, dan kan de werkgever een forfaitaire terugbetaling doen van kosten aan de bedragen die ik daar straks eigenlijk ook al genoemd heb, van €20 per maand voor gebruik van een eigen PC. Vergelijkbare situatie bij het bekostigen van de verbindingen, daar vindt u ook de bedragen op de slide, het voordeel alle aard bij het privégebruik van die verbinding of de kostenvergoeding van €20 die men kan voorzien. En een bureauvergoeding is niet verplicht, maar kan voorzien worden aan hetzelfde bedrag als daarnet vermeld. Dus dat is wat betreft het telewerk de stand van zaken. Indien telewerk niet meer wordt toegepast voor bepaalde functies, omdat het niet mogelijk is of niet gewenst is, en daar heeft de werkgever dus, zoals gezegd, een toch wel belangrijke vrijheid nu gekregen om dat te gaan invullen, dan zal hij wel moeten zorgen dat de werkplek waarop gewerkt wordt beantwoord aan de vereisten van social distancing. En ik heb op de slide het artikel gezet, de tekst van het ministerieel besluit, dat zegt dat dus de nodige maatregelen moeten genomen worden om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. En daar is al veel over te doen geweest. En de foto op de slide zal u ongetwijfeld bekend zijn. Dat is de gids die dat door de sociale partners is ontwikkeld met allerhande richtlijnen om die social distancing op de werkvloer in concreto te gaan toepassen. De werkgever zal veiligheids- en gezondheidsvoorschriften in acht moeten nemen die van materiële, technische aard zijn of organisatorische aard zijn om die social distancing maximaal te waarborgen. Die gids waar ik verwezen heb en die ook terugvindt op de website van de FOTWAZO, vindt u onderaan de referentie van de link, die bevat een reeks praktische richtlijnen met foto's, heel concreet uitgewerkt, een gans scenario, chronologisch de werkdag van het vertrek in de wagen tot de aankomst op het werk, het organiseren van de inrichting van de lokalen, het plaatsnemen op een werkplek, het organiseren van een break, terug
naar huis rijden enzovoort. Wordt allemaal in detail met de nodige voorbeelden toegelicht van welke maatregelen u kan nemen. Het zal ons uiteraard te ver leiden om dat hier nu te doen, maar het is natuurlijk voor iedereen die opstart verplichte literatuur. Er is daar trouwens gisteravond op de website van de Formazo een nieuwe geactualiseerde versie van gepubliceerd geworden, omdat het natuurlijk een work in progress is aan de hand van nieuwe richtlijnen, veiligheidsinzichten, best practices, wordt die gids ook regelmatig geüpdate. Het idee is dat die gids, die algemeen geldt, die generiek is, geconcretiseerd wordt of ingekleurd wordt per sector. Er zijn al een sectoren die dat gedaan hebben. U vindt die ook allemaal mooi terug op de website van de Fotoazo. En waar dat u dus kan gaan kijken of voor uw specifieke sector er nog meer concrete aanbevelingen gelden. Maar is uw sector geen sectorale gids of geen sectorale uitwerking? Geen probleem, dan werkt u natuurlijk op basis van die generieke gids. En daarmee moet u dan aan de slag op ondernemingsvlak. De meesten onder u zullen dat ondertussen al gedaan hebben, of als u op maandag aanstaande kan opstarten, daar nu volop mee bezig zijn. En dat gebeurt aan de hand van een risicoanalyse. En die moet gebeuren met inachtneming van de normale regels van sociaal overleg. En dat wil dan zeggen dat dat moet gebeuren in overleg met het comité preventie bescherming op het werk. En is die er niet, dan zal de syndicale delegatie die taak op zich nemen. Bij gebreken aan die organen, dan moet dat overleg gebeuren rechtstreeks met de betrokken werknemers, zegt het ministerieel besluit zelf. Maak er een kleine kanttekening bij. In de welzijnswetgeving hebben we reeds een procedure van rechtstreekse participatie in het preventiebeleid door de werknemers, indien er geen overlegorganen zijn. Nu, die procedures voorzien in de wetgeving zijn redelijk log en tijdrovend. Die voorzien onder meer termijnen van 15 dagen om bepaalde voorstellen te doen, om te adopteren, in een register over te maken aan de externe dienst enzovoort. Dat zou gelet op de opdringendheid die zich nu aandient praktisch moeilijk te realiseren zijn. En vandaar dat meneer Minister Besluit heeft eenvoudig gezegd dat er overleg moet zijn met de betrokken werknemers, zonder natuurlijk denk ik te verwijzen naar deze procedure, waarbij men daar op een pragmatische manier mee zal omgaan. Dat vooral nu in kleinere ondernemingen die geen overlegorganen hebben. En dit alles moet gebeuren in nauw overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Ofwel de interne dienst, als u die hebt, of met de externe dienst die u daar dan aanbevelingen kan doen en eventueel een analyse kan maken voor u van wat er wel of niet nodig is. Het besluit zegt ook dat collectieve maatregelen voorrang hebben op individuele maatregelen. Collectieve maatregelen zijn bijvoorbeeld wanden die men plaatst in het algemeen of aanduidingen die men voorziet enzovoort. Individuele maatregelen zijn dan beschermingsmaatregelen, materiaal, kledij die men voorziet enzovoort. Cruciaal is dat er heldere informatie over de preventiemaatregelen moet gegeven worden aan iedereen, ook aan derden. Duidelijke instructies en een passende opleiding moet gegeven worden. Dat kan via een e-learning tool zijn of door het aanplakken van affiches of wat dan ook. Informatie wordt gegeven over wat die preventiemaatregelen precies zijn die men genomen heeft. Nergens is voorzien dat u verplicht bent om een protocol, een geschreven document te maken. Maar het lijkt me naar de evidentie dat u dat wel zal doen. Al is het maar om dit document te kunnen gebruiken in informatieverstrekking. En u maakt dan best een, of wij bevelen toch zeer sterk aan om direct document op te maken, waarbij u dat eenzijdig kan doen en dus niet formaliseert via een CAO bijvoorbeeld of een arbeidsreglement, maar waarbij u dat dan in functie van de noden en de evoluties waar gepast kan aanpassen. Wat indien de anderhalve meter niet kan gegarandeerd worden? Wel, dan is er geen verplichte sluiting zoals dat voorheen het geval was, maar dan zal u al het mogelijke moeten doen om toch de preventiemaatregelen te nemen. En dan komen we misschien bij een aantal maatregelen waar ik vandaag verder op zal ingaan. Hoe gebeurt de controle op dit geheel? Wel, die zal gebeuren zoals klassiek bij welzijnswetgeving het geval is door de inspectie toezicht welzijn. En er is, ik denk ook gisteren of eergisteren, een checklist gepubliceerd geworden
voor een zelfscan die u kan doen, een zelfanalyse van zijn we nu compliant op al die punten. Op de website van de Fotovaso, ik heb de link op de slide gezet, ik denk dat het zeer nuttig is om die checklist even te hanteren en af te vinken en te kijken of uw organisatie voldoet aan alle stappen die daar vermeld zijn. Is dat het geval, dan denk ik dat uw eigen controle normaal gezien geen probleem mag hebben. Zeker indien u ook het overleg met alle actoren gerespecteerd hebt. Brengt ons bij een aantal hete hangijzers, waar toch nog altijd wat discussie over bestaat. De eerste hangijzer is van de vraag of mondmaskers nu al dan niet verplicht zijn. En het ministerieel besluit zelf heeft daar één zin wat dat betreft aan gewijd. En zegt dat het dragen van mondmaskers of elk ander alternatief in stof om mond en neus te bedekken, is toegestaan voor gezondheidsdoeleinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Dus goed, op zich zou je dat ook als een soort vingerwijzing kunnen hanteren om te zeggen, goed, ook in een werkomgeving kunnen mondmaskers in de mate dat kwalificeren als een publieke toegankelijke plaats, kunnen die van nut zijn. De generieke gids zelf is terughoudend, bevat zeker geen strikte, harde verplichting om in een bepaalde omstandigheden mondmaskers op te leggen. Maar zegt wel dat in de situaties waar de anderhalve meter niet kan worden gerespecteerd en na uitputting van alle andere preventiemaatregelen en toepassing van alle mogelijke collectieve beschermingsmiddelen, het dragen van mondmaskers zeker een bijkomende maatregel kan zijn in samenhang met andere preventiemiddelen. Dus er is geen harde verplichting om op de werkplek mondmaskers te gaan opleggen aan personeel. Uiteraard bepaalde sectoren zoals gezondheidsberoepen, eigen aan het beroep, waar dat een mondmasker een individueel beschermingsmiddel is, daar dan uiteraard wel, hè, maar buiten die specifieke omstandigheid is er geen algemene verplichting. Gewone mondmaskers zijn trouwens geen individueel beschermingsmiddel in de strikte zin van het woord, maar de werkgever zou wel ze kunnen verplichten als onderdeel van een globaal preventiebeleid. Voor de situaties waar een social distance niet kan gehanteerd worden, maar steeds, zoals de generieke iets zegt, in samenhang met andere preventiemaatregelen. Dus het kan niet zijn dat dat de enige maatregel is en op die manier men ziet dan alle andere maatregelen iets aan. Dus het is een soort van vernislaagje of een laatste element in een globaler beleid. Een andere is onmogelijk nog. Heter hangijzer is de vraag naar temperatuurmeting. En daar heeft de generieke gids zich totaal niet over uitgesproken. Wellicht ook niet geheel toevallig, omdat de vraag of dat temperatuurmeting door de werkgever van de werknemer zich aanbieden op het werk, en dus om na te gaan of die werknemer een lichaamstemperatuur heeft die een bepaalde grens, dat is dan de klassiek aanvaarde grens van 37,5 graden, overstijgt. Hetgeen dan als een symptoom van mogelijke besmetting kan beschouwd worden en waarbij men dan eigenlijk die personen, werknemer of derde niet toelaat. Ja, die maatregel die kan vanuit diverse juridische gronden toch wel wat in vraag gesteld worden. En er is daar geen eenduidig ja-nee antwoord op. Maar feit is dat er toch heel wat vragen bij te stellen zijn. Ten eerste is het zo, en daar baseren de meesten zich op die temperatuurmetingen actief promoten en willen toepassen. Zeggen we, kijk, als werkgever ben ik op basis van de welzijnswetgeving, maar ook op basis van mijn algemene verplichtingen als werkgever, verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen. Duty of care. In artikel 20, ten tweede, voorziet de werkgever als goed huisvader, moet zorgen voor behoorlijke omstandigheden in zaken veiligheid en gezondheid. En dus goed, corona is toch een zware bedreiging voor die gezondheid op de werkvloer. En dus zegt men, ja, temperatuurmeting als onderdeel van preventiebeleid is daar een essentiële schakel in. Anderzijds zit je met een aantal andere wetgevingen die het toch wel wat moeilijker maken. De privacywetgeving, om er een belangrijke te noemen. En het feit dat het registreren van de lichaamstemperatuur
toch een verwerking van medische gegevens zou kunnen uitmaken. Wel, daar heeft de gegevensbeschermingsautoriteit al een advies over uitgebracht. En eigenlijk heeft dat aanvankelijk zeer terughoudend gezegd van ja, dat kan niet. Dat is een verwerking van persoonsgegevens en dat valt onder de klassieke restrictieve bepaling. Nu, in het advies dat u ook op de slide vindt, heeft men wat betreft die temperatuurmeting gezegd van kijk, als het een loutere registratie is van die temperatuur, is het geen verwerking. Hè? De vraag is natuurlijk wel, in de praktijk, hoe vermijd je, zelfs wanneer er een registratie gebeurt door een toestel dat enkel die lichaamstemperatuur meet en een positief of negatief signaal geeft aan haar temperatuur, zonder te koppelen aan andere gegevens die een persoon identificeren. Als u dan natuurlijk een stap verder zet en u gaat een persoon op basis daarvan tegenhouden, ja, dan bent u wel een individueel persoonsgegeven aan het verwerken. Naar aanleiding van die beslissing die op basis van die temperatuurmeting gebeurt. Dus dat is toch een beetje een dubieuze standpunt. Dat lijkt me eerder wat pragmatisch ingegeven. Dat natuurlijk wel kan gebruikt worden als referentie, maar toch met de nodige omzichtigheid moet worden gehanteerd. En als geen idee van toepassing is, ja goed, dan moet je een rechtsgrond hebben. Dat zou dan kunnen zijn de verplichting om het welzijn van de werknemers te garanderen. En dan moet u de algemene principes van transparantie, minimale gegevensverwerking, beperkte toegang tot gegevens, beperkte bewaartermijnen enzovoort, moet u die gaan toepassen. En dus voor privacy zou er zich al een probleem kunnen stellen. Een andere moeilijkheid is dat medische handelingen, dat die strikt zijn voorbehouden aan erkende geneesheren. En dat uitvoeren van een medische handeling buiten die door de wetgeving toegelaten situatie door een arts als een onwettige geneeskunde kan gekwalificeerd worden. En dus in de mate een temperatuurmeting kan beschouwd worden als een medische handeling, ja, dan kan dat uitsluitend door een arts gebeuren. U vindt daar de referenties van diverse wetgevingen die dat natuurlijk voorzien op de slide. En dat maakt het ook wel moeilijk, want u kan moeilijk een arts permanent aan de ingang gaan zetten om daar temperatuurmetingen te doen, voor wie het wel wil, kan en mag doen. En de meeste toestellen waar het over gaat, zijn toestellen die toch op een die gemanipuleerd of behandeld bediend worden door een soort automatisme of door de werkgever, of misschien door de persoon zelf. Dus dat is ook een moeilijkheid om het vanuit dat perspectief te zien. Los van de vraag of dit natuurlijk een effectieve maatregel is, omdat het toch maar een momentopname neemt, dat ook niet alle toestellen even betrouwbaar zijn. Dat zullen ongetwijfeld toestellen zijn die geëikt worden en die een correcte temperatuurmeting doen. Maar ik heb al begrepen dat wanneer iemand voorbij zo'n geothermische scanner loopt en heeft toevallig een tas koffie in de hand om maar iets te zeggen, dat dan natuurlijk de temperatuur ook boven 7,5 graden zal zijn. Dus het moet wel in de juiste omstandigheden gebeuren. De vraag is, hoe betrouwbaar is het allemaal om op basis daarvan toch ook een belangrijke maatregel te nemen ten aanzien van een werknemer. Maar het kan zeker wel helpen, en dat is de feedback die we toch van heel wat cliënten van krijgen, het kan zeker helpen om het vertrouwen te creëren bij werknemers. Zeggen van kijk, werknemers zijn vaak ook vragen aan de partij, waarbij men dat zegt, ja, wij hebben een soort virtueel scherm rond de onderneming en houden daarmee de mogelijke besmettingen toch buiten de onderneming. En als ik dan naar al die vragen kijk en mogen u niets te bezwaren enzovoort, hè, dan is de vraag, ja, hoe gaan we daar nu praktisch mee om? Gaan we het nu doen of niet doen? En is ons advies eigenlijk dat we zeggen, kijk, duidelijk medische testen nemen. Hè. Die kunnen enkel door een arbeidsarts gebeuren. En eigenlijk medische testen aan de ingang van een onderneming systematisch gaan doen, is op zich zelfs niet voorzien in de Codex Welzijn. Een geometrische scan, een toestel dat dus die warmte meet of lichaamstemperatuur van de persoon die voorbij komt. Daarvan denk ik dat op basis van de analyse en afweging van al die wettelijke bepalingen, we kunnen zeggen ja, dit lijkt ons mogelijk te zijn onder een aantal voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat u daarover duidelijk informeert en overlegt met uw klassieke actoren, het comité, syndicale delegatie of het personeel volgens de rechtstreekse participatieprocedure. Dat u dat doet onder toezicht en controle van de
actoren die het welzijnsbeleid in de onderneming vormgeven. Dat kan de arbeidsarts zijn als, als u die hebt in de onderneming. Of dat kan de interne of externe dienst voor privébescherming van het werk zijn. In de mate van het mogelijke wordt elke registratie van persoonsgegevens vermeden om op die manier te beantwoorden aan de advies van de gegevensbeschermingsautoriteit dat het geen verwerking zou uitmaken. Het is een aanvullende maatregel, dus niet als enige maatregel, maar het kader in een globale risicoanalyse en een globaal preventiebeleid. En tenslotte, probeer toch in de mate van het mogelijke verplichtingen vanuit de privacy en de GDPR maximaal na te streven. Die transparantie, dat doet u natuurlijk door te overleggen en te informeren in de onderneming. Bewaartermijnen, moest u al gegevens gaan bewaren, tot een strikt minimum te beperken. Te zorgen dat het systeem veilig is, dat er maar een beperkt aantal bevoegde personen toegang hebben tot mogelijke gegevens. Dat die ook een verplichting tot vertrouwelijkheid hebben. Dat dat opneemt in uw globale gegevensbeschermingseffectenbeoordeling. Dat is het laatste woord op mijn slides vandaag. En dat u eventueel ook de juiste overeenkomsten maakt met een onderaannemer die u zal aanstellen om die geothermische metingen en scans te gaan doen. Maar onder die voorwaarden lijkt het ons wel verdedigbaar om in deze concrete huidige omstandigheden waar het coronavirus toch nog altijd in de samenleving aanwezig is, om het wel toe te passen. Belangrijk ook is dan de vraag, als u dat doet, als u dat soort temperatuurmetingen doet, wat gaat u dan doen met het resultaat van die meting? Indien er blijkt dat er een persoon voorbij komt die meer dan 30,7 graden vertoont, wat gaat u dan doen? Wel, het zal in de eerste plaats de werkgever zijn die de beslissing moet nemen. Kan zich daarom beroepen op de arbeidsarts om hem daarin bij te staan. En dat zal hem zeker ook, als hij een advies wil geven, zal dat zeker helpen om zijn beslissing te onderbouwen. Maar de vraag is al heel sterk of een arbeidsarts wel een aankoping heeft in de welzijnswetgeving om hierover uitspraken te doen. Maar de werkgever zal dat een beslissing moeten nemen en zal dan in principe die werknemer of die derde persoon, dat kunnen ook derden zijn natuurlijk, leveranciers of anderen, weigeren de toegang te weigeren tot onderneming. Dan zal hij in principe die persoon doorverwijzen naar de behandelende arts. En die behandelende arts, ja, om te vermijden dat iedereen die zich daar aanmeldt en zegt van goed, ik heb een te hoge lichaamstemperatuur, ik moet in quarantaine gedurende een bepaalde periode, en om die zomaar het dofies arbeidsongeschikt te verklaren, hebben de sociale partners in de verklaring op de van 14 april jongstleden, hebben die een advies uitgebracht om een nieuw medisch certificaat te implementeren. U ziet rechts op de slide de foto van dat certificaat. U kan ook downloaden op de website van de Nationale Arbeidsraad. Er is daar nog geen wetteksten over, dus wat ik nu zeg is nog niet in wetteksten geconcludeerd. Maar in de mate dat het eerstdaags gebeurt, kan dan de behandelende arts hier gebruik van maken om enerzijds na controle, dat kan via telefonische controle zijn, de werknemer arbeidsongeschikt te verklaren, dan is er klaar voor het probleem. Maar ze ook kunnen zeggen, de werknemer is eigenlijk arbeidsgeschikt, wat een werktemperatuurmeting wellicht zal zijn, maar die moet om een bepaalde reden in quarantaine blijven, omdat het toch een verhoogd risico is. En in dat geval zal die persoon, als hij kan telewerken, zal hij zijn loon doorbetaald krijgen en blijven werken, maar dan wel van thuis. Ofwel is het de idee om hem dan een uitkering te geven, een werkloosheidsuitkering wegens tijdelijke werkloosheid. Stel dat de werknemer zegt van kijk, ik ga niet altijd naar de arts, hè. Ik heb het recht om hier te werken, ik wil ook werken en goed, ik heb een grote lichaamstemperatuur, maar voor het ogen heb ik geen symptomen. Wat kan u dan doen? Moet u weigert toegang tot de onderneming, u zou kunnen trachten die te kwalificeren als overmacht. Vraag is of het dat wel zou zijn. Hè. In de mate het wordt onderbouwd door adviezen of beslissingen van de arbeidsarts, zou daar misschien iets voor te zeggen zijn. Maar daar zou je misschien een discussie kunnen krijgen met de werknemer die van kijk, ook al kan ik niet werken en mag ik niet werken, heb ik geen toegang, gaat u met ons loon moeten betalen. Wat u zeker niet kan doen, is een medisch attest vragen bij werkhervatting. En dus het opnemen van het werk afhankelijk maken van een attest dat men niet immuun is of dat men gezond is, dat is alvast
niet toegelaten. Ten slotte ook vragenlijsten. Het zou ook een middel kunnen zijn dat u kan inzetten om na te gaan of een werknemer al dan niet het risico vertoont en hem op basis daarvan al dan niet de toegang te verlenen tot de onderneming. Wel, daar is de gegevensbeschermingsautoriteit in het advies dat ik daar juist al geprojecteerd heb zeer negatief over. Werkgever mag geen vragen stellen over recente reizen, contacten, symptomen die men al dan niet vertoont. Dat behoort tot de extra bevoegdheid van een arbeidsarts in het kader van de hem toegelaten medische onderzoeken om dat soort vragen te stellen. Indien de werkgever weet dat er een besmetting in de onderneming is, mag hij ook geen namen van personen vrijgeven, maar hij kan wel melden in de onderneming dat er een besmetting is vastgesteld en dan op basis daarvan eventueel maatregelen treffen. Dit wat betreft de organisatie van een veilige werkomgeving, maximaal telewerken aanbevolen, maar het organiseren van een veilige werkomgeving aan de hand van de generieke gids en alle mogelijke maatregelen die u daarbij kan nemen. Bent u eenmaal zover u kan opstarten, dan stellen zich een heel aantal vragen. Ik kan ze niet allemaal vandaag beantwoorden, maar ik heb er een aantal geselecteerd. Want de situatie na heropstart zal wellicht geheel anders zijn dan de situatie die zich in de onderneming voordeed voor het coronavirus haar intrede deed. En een aantal vragen zullen vooral gelieerd zijn aan gaat er nog voldoende werk zijn? Ga ik mijn organisatie anders, flexibeler, kleiner moeten organiseren? Ik heb de vragen hier op de slide gezet. Ik ga ze één voor één even behandelen samen met u. De eerste vraag die zal zijn, is deze denk ik naar de tijdelijke werkloosheid. Ik heb vanmorgen nog een beperkte studie gezien waarbij men de vraag heeft gesteld van welke zal de maatregel zijn die u na heropstart eerst en als belangrijkste gaat nemen. Dat is het verder zetten van toch een vorm van tijdelijke werkloosheid bij heel wat werkgevers. Op vandaag kennen wij, en dat is ongetwijfeld zeer bekend, daar ga ik ook weinig over zeggen, maar de corona-overmacht, zal ik het maar noemen, tijdelijk werkloosheid wegens de corona-overmacht, een systeem waarbij u eigenlijk op eenvoudige verklaring gebruik van kan maken voor alle mogelijke gevallen van tijdelijke werkloosheid die veroorzaakt zijn door het coronavirus, via een zeer eenvoudige procedure. Dat stelsel, dat loopt nog tot in principe 31 mei aanstaande. Nu, ik heb begrepen dat dat kon verlengd worden en dat zal ook verlengd worden. En ik heb zelfs begrepen dat net voor het webinar begon, ook op de website van de RVA ondertussen, dat gepubliceerd zou zijn dat die termijn tot 30 juni zal verlengd worden. In ieder geval zijn er al heel sterke signalen dat dat beslist zou zijn om dat te doen. Dus dat geeft ons, of de werkgevers, beter iets meer ademruimte, weten dat we dit makkelijke en efficiënte systeem nog tot 30 juni zal kunnen gebruiken. Maar de vraag stelt zich van, ja, wat gaan we nadien doen, na 30 juni? Op dat moment, tenzij de maatregel nog zou verlengd worden, maar goed, gelet op de budgettaire impact, lijkt me dat weinig waarschijnlijk. Dan valt men terug op de oude bestaande stelsels. Er zijn twee klassieke stelsels. Ene is toepasselijk wanneer er onmogelijkheid is om te werken door een externe factor. Dat is een overmachtssituatie, maar dat zal het dan niet meer zijn, want men kan terug aan het werk gaan. Er is geen, tenzij zich een bepaalde omstandigheid specifiek zou voordoen. Maar dan valt men op het tweede systeem, en dat is de situatie waarbij er minder werk is. En dan kom je in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Die systemen bestonden vroeger al en die zullen dan nadat het corona-overmachtstelsel is afgelopen, opnieuw van toepassing worden. Ik heb op mijn slide nog drie fasen voorzien, hè, maar in de mate effectief de corona-overmacht niet afloopt einde mei, maar tot 30 juni doorloopt, dan valt eigenlijk dat middelste blokje weg en komen we onmiddellijk in de normale bestaande stelsel af 1 juli.
In tussentijd was er nog een versoepeling van de procedure voor economische redenen aan de hand van een collectieve arbeidsovereenkomst nummer 147. Maar die gold eigenlijk ook maar tot 30 juni. En tenzij die nog zou verlengd worden, zou die dan ook aflopen samen met het einde van de corona-overgang. Omdat het ministerie bij economische redenen is een van de mogelijkheden dat u een aanvraag doet om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden. Maar omdat daar zo'n tsunami van aanvragen was bij het begin van de coronacrisis, zijn alle aanvragen op hold gezet en worden die dossiers op dit moment niet beantwoord. De vraag is of u dan na mei opnieuw een dossier zou kunnen indienen met het om uw dossier en uw situatie al voor te bereiden met het oog op 1 juli aanstaande. Dat lijkt wel mogelijk te zijn. Die stelsels, die bestaande stelsels, die vanaf 1 juli dan terug in voege treden, ja, die zijn een pak complexer en minder efficiënt dan de corona-overmachtssituatie. Dus u gaat dat goed moeten bekijken of u wel in aanmerking komt en welke procedure u dan gaat moeten toepassen. En op drie vlakken is daar een belangrijk verschil. Het eerste vlak is de voorwaarden. Voor arbeiders valt dat nog mee. Daar moet er een gebrek aan werk zijn waardoor een normaal werkvolume niet kan gegarandeerd worden. Dat is niet verder gespecificeerd en dat wordt voor een deel door de werkgever in samenwerking met de RVA beoordeeld. Voor bedienden moet je onderneming in moeilijkheden zijn. En dan gaat u moeten aantonen dat er een omzetdaling is van tenminste 10% op vlak van omzet, via BTW eigenlijk, dus productie of bestellingen. En dat ten aanzien van het laatste volledige kwartaal. Of kan u de economische werkelijkheid maar gaan toepassen indien ook 10% of meer van de arbeiders in de onderneming op economische werkloosheid is geplaatst. Of indien u aan die beide voorwaarden niet zou voldoen, moet u erkend worden als onderneming in moeilijkheden. Maar goed, veel ondernemingen zullen wellicht gebruik kunnen maken van die omzetdaling van 10% ten aanzien van het laatste volledige kwartaal. Want als u dan als we in juli zijn, dan is het laatste kwartaal Q2 van dit jaar. En dan moet u daar tegenover afwegen of er een omzetdaling is geweest of niet van 10%. En dat zou wel eens aan de orde kunnen zijn. Is dat niet het geval, ja, dan gaat u de erkenning als onderneming in moeilijkheden op de ministerie werkstelling moeten aanvragen. De modaliteiten zijn ook minder soepel, omdat vandaag ja, corona overmacht tijdelijke werkloosheid kan heel makkelijk, weliswaar dag per dag, maar worden geïmplementeerd. En dit voor ganse periode van de erkenning tot einde juni. Het stelsel dat na 1 juli zal gelden, het huidige, het stelsel dat voor corona opkomt, ja, dat is veel beperkt. Dat laat maar in beperkte periodes economische werktijd toe. Voor arbeiders maximum 4 weken indien het voltijds is. U vindt dat op de slides. Voor bedienden is dat dan maximum 16 kalenderweken of 26 kalenderweken, al naar lange deeltijds of voltijds is. U kan het wel structureren per teams, individueel zelf doen. U kan een rotatie doen van groep A in week 1, groep B in week 2 enzovoort. Die flexibiliteit is er wel, maar de periodes zijn beperkter. En dus nadat het een bepaalde periode is afgelopen, wordt voor arbeiders 4 weken, dan zal het terug een werkweek moeten voorzien om terug opnieuw gebruik te kunnen maken van het systeem. Dus het is qua voorwaarden ook een stukje minder evident. En op de procedure, die ga ik nu niet in detail uit de doeken doen, maar u ziet het al op de slide, met de 5 stappen die u moet nemen en de formaliteiten die u moet vervullen om in aanmerking te komen, zowel voor bedienden en arbeiders, dat is nog iets ontslachtiger dan het huidige systeem. En vooral belangrijk is dat u een CAO moet hebben, ofwel op sectoraal niveau, ofwel op ondernemingsvlak, ofwel moet u een erkend ondernemingsplan hebben. U zal toch een overlegprocedure moeten voeren op ondernemingsvlak om die te realiseren. En zoals ik al vermeld had, was er dan tot 30 juni die CAO nummer 147, die suppletief was voor ondernemingen die geen ondernemingsplan of geen CAO hebben. En die konden
kunnen economische overmacht dan toepassen op basis van die CAO, mits een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder het betalen van een aangenomen vergoeding van 5 euro per dag. Maar goed, die CAO valt dan weg, dus vanaf 1 juli, tenzij men de CAO 147 zal verlengen, maar vanaf 1 juli zal u moeten kijken, heb ik een sectorale CAO die het toelaat om het toe te passen? Zo nee, heb ik een ondernemings-CAO die ik kan sluiten? Of indien dat niet lukt, kan ik een ondernemingsplan maken en dat dan voorleggen ter erkenning aan de minister van Werk. Dus dat is een stukje complexer. De situatie zal er wat dat betreft iets ingewikkelder uitzien. En daar is het advies van begin hier tijdig aan. En als u denkt van goed, op vandaag zit een belangrijk deel van mijn personeel in die corona-overmachtwerkloosheid. Maar ik ga het moeten bestendigen na 30 juni. Wel nu. Begin dan altijd te zien of u geen overleg kan opstarten met uw syndicale partner om een CAO te maken of een dossier kan voorbereiden om in te dienen met het oog op erkenning als onderneming in moeilijkheden. Een tweede vraag voor de periode na de heropstart is die naar de vakantieregelingen. En vooral ingegeven door het feit dat heel wat mensen natuurlijk op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst, geen vakanties hebben opgenomen in die periode. In de volle vakantie er wellicht ook minder reisfaciliteiten zijn, dus mensen misschien minder geneigd zijn om hun vakantie op te nemen. En de schrik dat naar het einde van het jaar toe natuurlijk heel wat vakantiedagen gaan accumuleren. En om dat te vermijden, is er dan de vraag van hoe gaan we om met vakantiedagen? We moeten onderscheid maken tussen een drietal categorieën van afwezigheidsdagen. Er is de wettelijke vakantie en daar is het principe in de wet ingeschreven dat die worden opgenomen in akkoord tussen werkgever en werknemer. Dus dat betekent dat vakanties die reeds gepland zijn, enkel maar kunnen geannuleerd worden indien de werkgever akkoord zijn. He, ook omgekeerd, de werkgever kan niet zomaar vakantiedagen opleggen aan een werknemer. Het gebeurt in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer. Dus zomaar zeggen, kijk, u hebt nog 15 vakantiedagen staan. U gaat er nu volgende maand, wanneer we terug opstarten, gaan u dofies 5 vakantiedagen zomaar opnemen. In principe vereist het akkoord van de werknemer. Er zijn trouwens een aantal wettelijke regels over, die onder meer voorzien dat er 2 weken aaneensluitend moet gegarandeerd worden, dus 1 mei en 31 oktober. Of ook dat het gezinshoofd bij voorkeur tijdens schoolvakanties vakantie moet kunnen opnemen. En in principe moet vakantie opgenomen worden voor het einde van het jaar. Dus de werknemer heeft recht om vakantie op te nemen, maar ook de plicht om die op te nemen als de werkgever dat toelaat. En een beperkte overdracht is wel mogelijk, wordt door de sociale inspectie aanvaard. Alhoewel de wet eigenlijk natuurlijk zegt dat het einde van het jaar alle vakantie moet zijn opgenomen, dat er toch, wanneer men een aantal openstaande dagen overdraagt, wordt dat wel aanvaard. Tweede categorie zijn extra legale vakantiedagen. En daar zal u moeten gaan kijken van in welk document, in welke rechtsbron is die vakantie voorzien. Dat kan u wellicht al voorzien in een arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst, in onderling akkoord, die dagen daarmee schuiven of eventueel zelfs afstand doen van die dagen of overdragen. Of, daar hebt u dan de contractuele vrijheid om daar mee te gaan werken. Maar opnieuw in onderling akkoord, want u wijzigt natuurlijk wel een belangrijke arbeidsvoorwaarde die ergens contractueel verankerd is. Inhaalrust, dat zijn alle afwezigheidsdagen die bijkomende prestaties zijn geleverd buiten het normale werklozen compenseren. Klassiek zijn de ADV-dagen bijvoorbeeld. Dat soort dagen, die moeten goed kijken ook naar de regeling waarover het precies gaat. Maar klassiek is de regel dat die verplicht moet worden opgenomen in een bepaalde referentieperiode. Meestal is dat 1 jaar. En die moeten dan ook worden opgenomen in die referentieperiode. Daar heb je ook iets minder speelruimte mee om daarmee aan de slag te gaan. Dat zullen vooral, denk ik, de extra legale vakantiedagen zijn waar je misschien nog wat mee kan gaan schuiven in de komende periode. Derde vraag die zich kan aandienen, dat is van, ja, ik heb extra werk. Hoe ga ik dat extra werk organiseren? Want ik zit in een sector of in activiteit
die, gelukkig voor u dan, in de huidige omstandigheden net meer werk heeft. Hè. Daarover zijn een aantal mogelijkheden voorzien. Het eerste bekend, dat is niets nieuws, dat bestond al, dat is ook niet gewijzigd. Dat is de klassieke flexibiliteit naar werkroosters die men, in de, die men kan toepassen. De kleine flexibiliteit, het zogenaamde artikel 20 bis flexibiliteit, is een systeem dat vrij makkelijk toepasbaar is en waarbij met piek- en dalperiodes gaat werken. Piekperiodes van meer werk, dalperiodes met minder werk. En u kan dat dus op twee manieren gaan gebruiken. U zou kunnen zeggen, ik heb nu meer werk, ik ga een aantal piekperiodes inlassen en ik zal nadien een dalperiode moeten inlassen om op een langere periode, meestal van 1 jaar, mijn gemiddelde arbeidsduur te respecteren. Maar u zou het ook kunnen gebruiken om te zeggen, van, kijk, ik sta op. Ik heb wellicht nog niet voldoende werk om iedereen voltijds bezig te houden. Dus ik ga nu een dalperiode implementeren. En ik ga nadien dat dan wel compenseren met piekperiodes. Dan kan u werkroosters gaan toepassen. Van, waarbij u meer dan 2 uur per dag boven het normale werkloos gaat werken met een maximum van 9 uur. Of 5 uur boven het wekelijkse arbeidsduur met een maximum van 45 uren. Dit gebeurt via CAO of arbeidsreglement, dus u moet dat dan wel invoeren of ingevoerd hebben om daar gebruik van te kunnen maken. En dat geeft dan geen aanleiding tot bijkomende inhaalrust, tenzij het compenseren binnen de regerteperiode, of en ook geen overloon van de uren die binnen het systeem extra worden gepresteerd. Vermeld nog even, dat staat niet op de slide, maar er ook mogelijkheden zijn om nog verdergaande systemen van grotere flexibiliteit te implementeren, de zogenaamde nieuwe arbeidsregelingen. Ja, zoals steeds bij arbeidsduur moeten we dan gaan kijken naar wat is de sector geregeld daarover en kan ik dat gebruiken. Ik heb het niet vermeld, omdat dat, goed, als u dat op korte termijn gaat willen implementeren, dat is een vrij complexe procedure die u moet volgen. En dat gaat u op korte termijn wellicht niet helpen. Maar goed, als u op langere termijn zegt, wij gaan toch meer piek-dal systemen moeten implementeren, wel, dan kan u erover nadenken. En eens bekijken of dat, een verdergaande oplossing kan zijn. Daarnaast is er het systeem van vrijwillige overuren, dat ook al bestaat sinds een aantal jaar, sinds ingevoerd door de wet Peters, die toelaat om 100 extra uren te presteren bovenop het voorziene uurrooster en zonder motivering. Enige beperking is wel dat dat naast de 11 uur per dag en 5 uur per week die absolute grenzen zijn, is dat het gebeurt op basis van een voorafgaand akkoord, geschreven akkoord tussen werkgever en werknemer. Volstaat de werknemer zich in een document akkoord verklaart met presteren van de vrijwillige overuren, en dan kan hij ze ook niet meer weigeren nadien, en dat dan voor een periode van 6 maanden, maar u moet daar wel een akkoord, een document over opstellen. En dan kan je 100 overuren extra presteren zonder dat het aanleiding geeft tot betaling van overloon. Dat systeem is nu uitgebreid tot 120 uren. Er zijn 120 extra uren voorzien, maar enkel voor de zogenaamde kritieke sectoren. En die kritieke sectoren worden gedefinieerd als de ondernemingen die essentiële diensten en cruciale sectoren zijn volgens de bijlage aan het ministerieel besluit. En ik heb u in het begin van de uitdaging daarna bewezen naar de specifieke regeling voor die essentiële diensten en cruciale sectoren. Wel, dat is die lijst van partijen en comité's die gehecht is aan het ministerieel besluit dat dus de maatregelen, de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad implementeert. Wat een vrij ruime lijst is dus. Een heel aantal ondernemingen kunnen daar dan wel iets gebruik van maken. En ze kunnen dus daarmee tot einde juni die 120 extra uren inzetten, zonder, zoals gezegd, inhaalrust of overloon te moeten betalen. En het idee zou zelfs zijn om voor die 120 extra uren, om die ook vrij te stellen van belastingen en RSZ. Ik heb daar zelf nog geen wettekst over gezien, maar moest dat zijn, is dat helemaal natuurlijk een interessante tool, omdat u dan bruto voor netto kan betalen voor extra gepresteerde uren. Een derde maatregel die men heeft voorzien, dat is dat de FOTWAZO heeft aanvaard dat alle activiteiten die worden verricht om het hoofd te bieden aan
de coronacrisis zouden kunnen kwalificeren als overuren die toegelaten zijn om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval. Dat is een toegelaten grond tot overuren nu al voorzien in de arbeidswet. En je laat toe om buiten alle voorziene uurloosters te werken, zondag, nachtwerk enzovoort. Er is daar geen dag of zelfs geen weekwens voorzien. Dat is echt alle hens aan dek. Er moet uiteraard wel betaald worden en kunnen ook aanleiding geven tot overloon indien u meer dan 9 uur per dag of 14 uur per week laat werken. En dus de voldwaardig heeft aanvaard dat die categorie, die eigenlijk zeer uitzonderlijk is, hè, dat typisch voorbeeld is een brand of een ongeval of machines die stuk zijn, om daaraan te helpen, dat een heel aantal activiteiten die nu kunnen moeten gevoerd worden in het kader van corona, daaronder kunnen vallen. Alle activiteiten tot zaken om besmetting te behandelen of een dreigende besmetting te voorkomen. Geldt ook als basis van extra werk in de klassieke gezondheidszorgen. Maar ook andere sectoren kunnen daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld, heeft uw onderneming actief het maken van testkits, mondmaskers, uitvoeren van testen, ontsmettingswerkzaamheden, kuiswerkzaamheden zelfs, zou daaronder kunnen vallen en zou dus kunnen gebruikt worden, deze aanknoping, om extra overuren of extra bijkomende uren te presteren. Als u een tekort aan werkkrachten zou hebben, hè, is misschien een luxe probleem voor een aantal onder u, maar dan zijn er ook nog een aantal andere maatregelen waar ik zeer kort even over vind, details op de slides ook terug. Maar omdat die maar voor bepaalde sectoren gelden, ga ik daar heel kort in zijn. Een eerste maatregel is dat werknemers die in tijdsdienst zijn of in loopbaan onderbreken, dat die tijdelijk bij een andere werkgever of bij een eigen werkgever kunnen gaan bijspringen. Dat kan enkel in vitale sectoren en enkel tot einde mei van dit jaar, dus dat is, zeg, of verlengd wordt, is dat een vrij korte periode. En vitale sectoren, in de zin van deze wetgeving, dat is de land-, tuin- en bouw, bosbouwsector. Dat zijn partijcomitees 144, 145, 146. Dus eigenlijk in die sectoren waar men, ja, bij gebrek aan buitenlandse arbeidskrachten nu wat in de problemen dreigt te komen, waar dat dan mensen kunnen ingezet worden. Een andere maatregel die voorzien is, en die zou misschien wel interessant kunnen zijn, ook voor werkgevers die nu een overschot aan personeel hebben, dat is dat de mogelijkheid wordt geboden tot einde juni om werknemers makkelijker ter beschikking te stellen van kritieke sectoren. En kritieke sectoren, nogmaals, dat zijn die fameuze essentiële diensten en cruciale sectoren opgeleist in de bijlage aan het initiële besluit. Dus een vrij grote groep van organisaties die, als zij een tekort hebben aan personeel, dan zou u uw eigen werknemers, vaste werknemers, die u in dienst had voor 10 april van dit jaar, zou u voor een beperkte duur kunnen ter beschikking stellen van die gebruiker uit de kritieke sectoren. U dient dan een gegeven overeenkomst op te maken voor de aanvraag van de ter beschikkingstelling. En speelt een hoofdelijke aansprakelijkheid, zoals altijd met de beschikkingstelling, voor tussen de gebruiker en de eigenlijke werkgever voor betaling van sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen. En dat is dus een afwijking, deze regeling, op het klassieke verbod op de beschikkingstelling van personeel, waar u misschien gebruik van kan maken om tijdelijk uw personeel op een andere plaats te kunnen te werk stellen. En dan zijn er nog enkele andere maatregelen. Ik haal er nog eentje uit. Of misschien nog twee die interessant kunnen zijn. Voor alle sectoren is het mogelijk om studentenarbeid in te zetten, waarbij de extra uren die gepresteerd worden in het tweede kwartaal, dus van april tot en met juni, niet zullen worden meegeteld om het maximale contingent van 475 uren te berekenen. En voor opnieuw de kritieke sectoren is er een mogelijkheid om te werken met opeenvolgende contracten van bepaalde duur van tenminste 7 dagen. Dat een aantal maatregelen die toelaten om het extra werk dat er eventueel kan zijn op een flexibele manier op te vangen. Daarnaast, en dat zal zich misschien nog meer gaan voordoen, zullen ondernemingen zijn die minder werk hebben en dus op een of andere wijze daarmee moeten omgaan. En de klassieke benadering, los van tijdelijke werkloosheid, waar ik het al uitgebreid over had,
is de vraag of de arbeidsduur niet collectief kan verminderd worden. En daar is inderdaad, dat kan, hè. Je moet dan natuurlijk kijken van wat is de rechtsbron waar die arbeidsduur in geregeld is. Is dat opgenomen in een arbeidsreglement, in een ondernemingscao of in een arbeidsovereenkomst? Hè. Dan zou je de arbeidsduur kunnen verlagen onder de minder dan de maximaal toegelaten grens op sectorniveau. Dan zou je lagere maxima kunnen gaan voorzien. En in de mate die dat ook combineert met een vermindering van het loon, ja, levert dat natuurlijk een loonkostenvoordeel ook op voor de werkgever. U kan dat doen voor een bepaalde periode. Zeggen, kijk, we hebben nu tijdelijk minder werken, van collectief tijdelijk minder werken en misschien ook minder verdienen. U kan dat doen voor onbepaalde duur ook. Hè. Vaak wordt daar natuurlijk, want dat vereist een overleg met de klassieke actoren in de onderneming, met uw werknemersvertegenwoordigers, met een secretaris indien een CAO daarover moet sluiten. Wel, daar zal iets voor in de plaats moeten komen. Dus vaak wordt dan een soort van werkzekerheid gevraagd in ruil daarvoor. Of een extra premie te betalen op het moment dat het werk zich terug herneemt en de activiteiten terug beter zijn. Dus dat is iets dat u kan regelen arbeidsrechtelijk via de gepaste instrumenten. Het voordeel om dit toe te passen kan zijn dat u gebruik kan maken van een doelgroepenvermindering. Geregeld in de programmawet van 2002, die bestaat eigenlijk al zeer lang, maar is een beetje ondergesneeuwd en kan vandaag dus terug wel wat interesse wekken. Want wanneer u de arbeidsduur in de onderneming weliswaar naar voor onbepaalde duur vermindert met tenminste 1 uur per week, of wanneer u een 4-dagen-week invoert, 3 dagen werken, 4 dagen werken, 3 dagen vrij, of 3 werkdagen gecombineerd met 2 halve dagen, wel, dan krijgt u gedurende een aantal kwartalen een korting op de werkgeversbijdrage RZ van €400 per betrokken voltijdse werknemer per kwartaal, gedurende maximum 16 kwartalen of 4 kwartalen als het gaat over de 4-dagenweek. En indien u de 2 combineert, 4-dagenweek en vermindering van de arbeidsduur, dan hebt u een korting van €1000 per kwartaal. En deze doelvermindering is zelfs combineerbaar met een Vlaamse aanmoedigingspremie die voorzien is wanneer u als onderneming moeilijkheden kwalificeert en de arbeidsduur met 10% verlaagt. Dan krijg je ook daar een aanmoedigingspremie gedurende ten hoogste 24 maanden. Dus die collectieve arbeidsduurvermindering is een piste die relatief makkelijk toepasbaar is en die toch een oplossing kan bieden, gecombineerd met een financiële incentive om uw overaanbod of uw teveel aan werk te gaan structureren. Andere klassieke middelen om het werk te herverdelen, dat is deeltijds werk invoeren natuurlijk. Dan heb je het akkoord van de werknemer nodig. Het voordeel is dat u dan ook maar deeltijds loon zal verschuldigd zijn, dat er geen tussenkomst van de overheid, tenzij dat doet in het kader van bestaande stelsels, tijdens die al gaat worden enzovoort. Een belangrijke maatregel die men nu genomen heeft, maar waar nog geen wettekst over is, maar die al wel is goedgekeurd en die, waarvan we de wettekst eerstdaags verwachten, dat is niet bij de Raad van State, dat is het corona-ouderschapsverlof. Waarbij de mogelijkheid bestaat voor ouders van kinderen van jonger dan 12 jaar of 21 jaar indien het een gehandicapt kind is en die minstens 1 maand al verbonden zijn met de werkgever met een arbeidsovereenkomst om gebruik te maken van ouderschapsverlof. En dat ouderschapsverlof komt erop neer dat je de arbeidsprestaties vermindert met 1/5, 1 dag per week of met de helft. Om 1/5 te kunnen toepassen moet je een voltijds tewerkstelling hebben. Om naar 1/5 te gaan, moet je denk ik minstens 70% van de voltijdse werkstelling hebben. En dan kan je daar gebruik van maken. Details moeten natuurlijk nog volgen, want die wettekst is nog niet publiek. Maar de procedure zou zeer eenvoudig zijn, 3 werkdagen vooraf te vragen. De werkgever moet wel akkoord zijn, dus het is akkoord werkgever en werknemer. Maar het kan dus een middel zijn om werknemers toch ook een aantal dagen per week thuis te laten en zo het mindere werk voor een stuk te organiseren
En ook rekening houden met het feit dat die ouders misschien thuis hun kinderen moeten pre-teaching geven en daar ook dan voor beschikbaar willen zijn. Ik kan ook verplegen adoptieouders worden toegepast. En men kan het bestaande verlof, ouderschapverlof, tijdelijk schorsen of omzetten in het corona-ouderschapverlof. De vraag die er nu nog wat is van wat is de financiële vergoeding die daarvoor zal bestaan, omdat de klassieke vergoeding bij ouderschapverlof lager is dan de verhoogde tussenkomst bij tijdelijke werkloosheid, waar we nu op 70% zitten van het geplafonneerde loon. Daar is nog geen duidelijkheid over. Dat denk dat het gesprek nog lopende is, dus dat is nog even afwachten om de vergelijking te maken van wat is nu het interessantste vanuit het perspectief van de werknemer, corona-ouderschapverlof nemen of tijdelijke werkloosheid toepassen voor die periode. Maar dan moet je natuurlijk ook aan de voorwaarden daarvoor voldoen. En tenslotte natuurlijk uiteraard altijd maximaal gebruik maken van bestaande stelsels die er zijn van tijdslid of ouderschapverlof, maar daar ga ik nu niet dieper op in. Niet alleen het werk herverdelen kan een belangrijke piste zijn om bij de heropstart de werkorganisatie te verbeteren, maar ook eventueel ja, de kost te verlagen. En een van de belangrijkste is natuurlijk de loonkost. En wat kan je daar doen? Wel het loon verlagen, dat hoeft u niet te zeggen. Het loon in al zijn facetten is een essentieel element van de arbeidsovereenkomst en kan u niet zomaar wijzigen, eenzijdig als werkgever. Dus je zal daar steeds het akkoord van de werknemer voor nodig hebben. Dat kan op twee manieren, ofwel individueel, via bijlage aan de arbeidsovereenkomst, en zou u een loonvermindering door een bepaalde periode kunnen overeenkomen, eventueel gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Daar zou ook collectief kunnen doen. Hè. Bij de economische crisis 2008 zijn er ook heel wat CAO's gesloten waarop men tijdelijk een looninlevering doet, gekoppeld aan een aantal voorwaarden, vaak ook gekoppeld aan werkzekerheid. En dan heb je het akkoord van elke individuele werknemer niet meer nodig. Het volstaat om je een CAO kan sluiten met één representatieve vakorganisatie. En dan kan u die vermindering opleggen aan uw personeel. U moet natuurlijk altijd, dat spreekt voorzien, de sectorale minima respecteren en de verplichte sectorale voordelen en premies blijven toekennen. Dat kan u niet zomaar van afwijken op ondernemingsvlakken, die primeren die sectorale regelingen. Ook indexering is een vraag die we vaak krijgen. We indexeren ook een aantal sectoren indexeren op 1 juli. Ja, gaan we in deze context de indexering moeten toepassen? Het antwoord is heel eenvoudig. Ja, dat is een sectorale regeling. U kan er op ondernemingsvlak niet van afwijken, u kan niet opt-outen. Dus u zal het loon moeten indexeren. En het zou wel eens kunnen dat die index wat hoger gaat zijn, omdat de prijzen ook de laatste maanden bij gebrek aan toepassing van kortgerichte voort gestegen zijn. Dus dat gaat wellicht ook een impact hebben. U zou dat kunnen neutraliseren, maar het lijkt me een zeer uitzonderlijke mogelijkheid. Ik weet niet of ze overal zomaar kan toegepast worden, maar ik heb nog wel eens een onderneming geweten die voorafgaand aan de indexering een collectieve loonvermindering toepaste, gelijk aan de bedrag indexering, waardoor de indexering die dan was later kwam, werd toegepast op een lager loon en men eigenlijk op die wijze de indexering, de impact ervan neutraliseren. Maar goed, daar gaat u daarover met uw werknemers en uw vertegenwoordigers in overleg moeten gaan. Goed, de omstandigheden kunnen van aard zijn om dat toch te beantwoorden. Als het dit is of bij wijze van spreken faillissement, heb je misschien nog een kans om het erdoor te halen. Maar dat vereist toch wel een stuk onderhandeling. Het loon uitstellen is ook een mogelijkheid. Het maandloon wordt op vaste tijd betaald. Voor arbeiders 2 maal per maand, voor bedienden 1 maal per maand. Daar kan u niet van afwijken. Maar voor alle andere variabele looncomponenten die contractueel zijn voorzien, zou u kunnen zeggen, van, kijk, we gaan dat tijdelijk niet betalen. We gaan dat uitstellen. We gaan het op een later moment betalen. We gaan het niet betalen voor een bepaalde periode. Dat is contractueel onredelijk. En natuurlijk, tenslotte, vergeet niet dat er toch misschien in deze tijden, of meer dan andere tijden, mogelijkheden bestaan om het loon te optimaliseren. Daar is een webinar op zich dat we misschien eens moeten geven binnenkort. Maar denk maar aan cafetaria-plannen, de niet-recurrente bonusplannen, mobiliteitsvergoedingen, bonusgroepverzekeringen. Het zijn elementen, er is niet zoveel mogelijk in onze Belgische context, maar er zijn toch een aantal mogelijkheden om hier en daar uw loonkost
toch wat te gaan optimaliseren. Daar moet u dan misschien toch ook eens naar kijken om daar gebruik van te maken. En tenslotte, als al die maatregelen niet werken, dan zou het kunnen dat u zegt van goed, ik heb te veel personeel en ik heb geen perspectief om activiteit hier op niveau te brengen. Ik moet tot het ultieme scenario gaan, namelijk het afbouwen van mijn personeelsbestand. U kan dat proberen te doen zonder wat we dan noemen naaktontslagen, door bijvoorbeeld uitzendkrachten te gaan vernietigen. Dat is natuurlijk de eerste groep waar wij naar kijken, want die kan u vrij makkelijk en vrij snel beëindigen. En voor zover het anders al niet zou gebeurd zijn, vermoed ik. Je moet wel altijd goed opletten dat dat echte uitzendkrachten zijn. Die worden werkgesteld in de door de wet toegelaten gevallen. Want als u dan buiten zit, dan kan dat worden geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. En dan is dat uw werknemer en is een beëindiging gelijk aan een ontslag met alle gevolgen van dien. Dus daar is wel een aandachtspunt. Daar zie ik nog heel vaak wat discussies over. U kan ook overwegen een vrijwillig vertrek te organiseren, waarbij u vraagt aan werknemers, misschien zijn er wel die het moment gekomen achter om iets anders te gaan doen, de onderneming te verlaten, al dan niet met een kleine incentive. Dat gaat dan natuurlijk over mensen die zelf ontslag nemen of in onderling akkoord de arbeidsovereenkomst beëindigen. Ja, want een vrijwillig vertrek onder de vorm van ontslag door de werkgever is een ontslag. Ja, dus vrijwillig vertrek is natuurlijk iemand die niet door de werkgever wordt ontslagen, maar gevraagd wordt vrijwillig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst met eigen instemming, met dan eventueel wel een risico van sanctie op het vlak van zijn werkloosheidsuitkeringen, omdat hij door eigen toedoen werkloos is. En dan de tweede stap is dat u ja, ontslagen moet doorvoeren zonder eenzijdig, waarbij u de arbeidsovereenkomst als werkgever gaat beëindigen. Corona heeft als dusdanig geen impact op de ontslagregels, de opzeggingstermijnen, de ontslagvergoedingen en de regels voor beëindiging blijven identiek dezelfde als voorheen. Daar is niets aan gewijzigd. Er is ook geen ontslagverbod tijdens tijdelijke werkloosheid wegens economische reden of wegens overmacht. Dus eigenlijk de normale regels gaan terug spelen. Een regeltje dat wel eens over het hoofd wordt gezien, maar toch interessant is om in de achterhoofd te houden, dat is de mogelijkheid om die opzegvergoedingen, wanneer u onmiddellijk beëindigt met betaling van een vergoeding, om die te gaan betalen in maandtermijn. Dat uw cashflow het niet toelaat om onmiddellijk de nodige betalingen te doen, kan dat helpen. U betaalt dan ook in principe geen interest op die maandtermijn. Er is voorzien in artikel 90 bis van de wet op de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid. En u kan als werkgever, je hebt daar ook niet het akkoord van de werknemer voor nodig, u kan dat eenzijdig toepassen. Maar er moet wel een aantal voorwaarden voldoen. En die zijn nogal gedetailleerd opgesomd in een koninklijk besluit van augustus 85. En de meest toegepaste situatie is die van het verlies dat u moet kunnen aantonen in de laatste twee boekjaren. Waarbij het verlies van het laatste boekjaar een bepaald bedrag moet overschrijden. Meer moet zijn dan de optelsom van afschrijvingen en minder waarde zoals in de jaren ingeboekt. Maar u moet eigenlijk 2 jaar aan elkaar verlies hebben geleden en dan kan u de maatregel toepassen. Of u moet een collectief ontslag doorvoeren, dan kan u er ook gebruik van maken. Doet u iedereen ontslagen, heb ik al gezegd, gelden normale regels. Geen wijziging of verzachting door corona. Gaat u meerdere ontslagen doorvoeren, ja, dan komt u al snel in een bijzondere procedure van ofwel collectief ontslag of meervoudig ontslag. Collectief ontslag, dan heb je een procedure te volgen, de zogenaamde wet Renault. Die neemt u toch makkelijk 3-4 maanden tijd in beslag. Misschien als u een heel duidelijke business case hebt, kan dat misschien wel wat korter gaan in de huidige, maar toch is dat een procedure die je moet doorvoeren vooraleer u beslissing neemt. En dat neemt toch met een informatie en overleg waarbij de werknemers tegenwoordig toch wat mogelijkheden hebben om dat proces te vertragen. Dus dat gaat u tijd nemen, tijd die u misschien niet hebt op vandaag. Maar toch let op dat u die procedure respecteert indien u een aantal ontslagen doorvoert. Want de sancties zijn draconisch. Dus als er één wet is die we niet graag met de voeten treden, is wel deze wet. Want die sancties kunnen u zeer duur te staan komen.
En die is van toepassing van zodra u een aantal ontslagen doorvoert over een periode van 60 dagen. En voor ondernemingen, u vindt daar een aantal op de slide, van tussen de 20 en de 90 werknemers, wel, daar is de collectieve ontslagprocedure van toepassing vanaf 10 ontslagen in een periode van 60 dagen. En dan daarboven is het 10% met een minimum van 30 indien u meer dan 300 werknemers te werk stelt. Geldt enkel voor ondernemingen met tenminste 20 werknemers. Heb je meer dan 20 werknemers, dan moet u hier niet van wakker liggen. En u kan ook, zoals ik zeg, moet het ontslagen zijn, het aantal ontslagen wordt bekeken over een periode van 60 dagen. U kan de ontslagen ook wel spreiden in de tijd, voor zover u goed rekent en altijd vermijdt dat u over een periode van 60 dagen die grens van 10% of 30 niet overschrijdt. Gaat u toch boven, ja, dan hebt u de procedure nageleefd en hebt u zware sancties. Een minder strikte procedure, maar toch ook belangrijk om te checken, en wordt ook wel eens vergeten, dat is dat in heel wat sectoren er een procedure meervoudig ontslag is, die van toepassing is, op van zodra je ontslagen doorvoert, die vaak lager zijn in aantal dan de vereisten van collectief ontslag. En dan gaat u, weliswaar is er geen collectief ontslag, maar gaat u toch die sectorale procedure moeten toepassen op strafbaar eventueel te betalen van een schadevergoeding of een bijkomende vergoeding. Dan, wanneer u de ontslagen doorvoert, nog een belangrijke opmerking daarbij is dat wanneer u opteert om opzichttermijn te laten presteren, dan weet u dat bij klassieke afwezigheden, ziekte, vakantie, dat die opzichttermijn geschorst wordt tijdens de afwezigheid en verlengd wordt met de dagen van afwezigheid. Er is een kleine vergetelheid, denk ik, in de wetgeving die voorziet dat weliswaar bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen de opzeggingstermijn geschorst wordt en dus verlengd wordt. Maar dat is niet het geval bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens corona-overmacht. Is dat in de wetgeving niet voorzien. En er zijn wel wat werkgevers die daar gebruik gaan maken, proberen te maken, om nu vlugwerknemers in opzicht te plaatsen, onder een aantal van collectief ontslag of meervoudig ontslag te blijven, de opzichttermijn te laten presteren en op die manier coronawerkloosheid ook toe te passen tijdens de opzichttermijn en op die wijze de kost van het ontslag voor een deel te verhalen of te leggen bij de staat. Daar zou nu een wetswijziging op komst zijn. Ik heb zelf begrepen dat men met terugwerkende kracht tot 1 maart zou overwegen om toch te voorzien dat ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzichttermijn schorst. Die wettekst is voor zover mij bekend nog niet gestemd, maar het lijkt er wel op dat dat eerstdaags zou kunnen gaan gebeuren. Het VBO zou nog proberen om die retroactiviteit eruit te krijgen, maar als daar de zaken landen, denk ik dat die piste ook wel wordt gesloten. Dus u kan proberen om daar nog gebruik van te maken, maar ik vrees dat het vrij snel zal via wetswijziging zal worden geremedieerd. En tenslotte, wanneer u ontslagen overweegt de komende periode, let dan op voor een nieuwe occulte beschermingsperiode, ergens vanaf medio augustus 2020 wellicht. U zal ongetwijfeld weten dat sociale verkiezingen, als u die moet houden, voor uw onderneming of uw comité, dat die zijn opgeschort. Dat er een nieuwe datum van verkiezingen nog moet worden vastgelegd. Dus er is nog altijd geen nieuwe datum bepaald. Daar zal een koningbesluit moeten komen om die datum te voorzien. Het advies van de sociale partners is om dat te doen tussen 16 en 19 november van dit jaar. Maar goed, dat is nog niet definitief vastgelegd. Maar zoals bij de procedure die gelopen heeft begin van dit jaar, zal er ook bij de heropstart van de procedure opnieuw een occulte periode zijn. Waarom? U zal zeggen, ja, maar de kandidatenlijsten zijn al ingediend, dus we weten wie er beschermd is. Maar de wetgeving, de procedure voorziet dat ook na indiening van de kandidatenlijsten, dat is gebeurd op dag X plus 35 in april, dat is al voorbij en daar is de procedure gestopt. Wanneer de procedure hervat
in de zomer van dit jaar ergens, met oververkiezingen in november, dan zullen er nadien een aantal momenten zijn in de procedure waarbij kandidaten die op de lijst staan, die was ingediend, kunnen vervangen worden alsnog door andere werknemers. Bijvoorbeeld omdat iemand ziek geworden is, de onderneming verlaten heeft, geen lid is van een vakorganisatie. Er zijn een aantal hypothesen waarin die vervanging kan gebeuren. En dan zou het wel eens kunnen dat er een werknemer alsnog op de lijst komt, ergens in de loop van het najaar, en dan wordt hij geacht beschermd te zijn met terugwerkende kracht tot de 36e dag voor de herneming van de kalender van de sociale verkiezing. Dus dat is ergens al naar gelang de effectieve verkiezingsdatum, zal zich situeren die beschermingsperiode medio augustus 2020. Dus het advies hier is dat werknemers die ondertussen worden ontslagen, die kunnen geen kandidaat meer zijn om een vervanging in te vullen. Dus daar hebt u geen risico, maar vanaf het moment dat, dat u half augustus bent, ja, dan riskeert u daar toch weer terug aan te lopen tegen die bescherming. En om dat te vermijden, ja, denk ik dat u best, als u ontslagen moet doorvoeren, dat u die best voor het mogelijk begin van die opnieuw de beschermingsperiode gaat voorzien. Dit brengt mij bij het einde van deze presentatie, dit webinar. Ik weet dat het heel veel informatie was. U krijgt ook allemaal uiteraard de slides. Als u nog informatie verder nodig hebt op onze website van ons kantoor, vindt u heel wat informatie terug, trouwens ook over andere corona-problemen, los van het HR en arbeidsrecht, voor uw collega's. We hebben ook een kantoor-mailadres waar u nog alle vragen op kan stellen die zouden naar boven komen, die al dan niet hebben beantwoord of die u apart aan ons zou willen stellen. Ik heb gezien dat er ondertussen heel wat vragen zijn binnengekomen en gelet op het aantal deelnemers zal het niet mogelijk zijn en het vorderen van het uur om die allemaal te behandelen. Ik ga er toch een aantal misschien even nog opnemen. Ja, er is een vraag gekomen van wat met de aanvullende vergoeding bovenop de vergoeding tijdelijke werkloosheid. Hoeveel kan ik daar toekennen? Wel, ik denk dat men daar doelt op de vraag, op het standpunt van de RSZ, dat zegt dat wanneer u per tijdelijke werkloosheid boven de werkloosheidsvergoeding en de wettelijke aanvulling nog als werkgever aanvulling wilt betalen, dat het totaal niet meer mag zijn dan het laatste netto-loon van de werknemer. En daar heeft de RSZ haar standpunt wat gewijzigd door te zeggen, ja, netto-netto-loon is nogal moeilijk te organiseren, dat kan van bedrijfsverheffing, en dat is allemaal niet zo eenvoudig om te berekenen. Wij gaan uit, zegt de RSZ, van het bruto belastbaar loon. En dat is eigenlijk het loon na RSZ, maar voor inhouding van bedrijfsverheffing. Dus je neemt het laatste loon van de laatste maand van effectieve werkstelling, na inhouding van de persoonlijke RSZ van 13,7%. En dat is een totale pakket dat je kan garanderen via een optelsom van je werkloosheidsvergoeding, bruto dan, de bruto aanvullende werkloosheidsvergoeding van 5,6 euro. En dan het laatste stukje is het stuk dat de werkgever betaalt en waarop geen RSZ verschil is. En op die manier kan u een 100% loongarantie geven binnen de door de RSZ gestelde eisen. Een andere vraag die hier binnenkwam is, kan ik het CO nummer 90 toepassen, dus een niet-recurrente bonus, met als criterium het naleven van de preventiemaatregelen? Dat is natuurlijk een creatieve vraag, moet ik eerlijk zeggen. Lijkt me niet zo evident, omdat de criteria die u gaat toepassen als u een niet-recurrente bonus wil toepassen, en omdat u personeelsleden wil gaan belonen, misschien als ze extra hard gewerkt hebben, of om een of andere reden, dan moet u dat doen voor een ganse groep werknemers, maar dan moet dat ook, het moet collectief zijn, maar het moet ook aan de hand van objectieve, meetbare criteria zijn. En de vraag voor mij zal toch wel wat zijn of dit aanvaard wordt als een meetbaar objectief criterium het naleven van de preventiemaatregelen, wat eigenlijk het toepassen van de wetgeving is. Het lijkt me niet echt een criterium te zijn dat hier in aanmerking kan komen.
telt de eindejaarspremie mee om de werkloosheidsdagen te berekenen? De werkloosheidsdagen telt die mee om de eindejaarspremie te berekenen? Ja, daar gaan we moeten kijken naar elke sector op zich. Of er daar wat de regeling is rond eindejaarspremie en of er gelijkstellingen zijn. Is er geen gelijkstelling, wat in de meeste sectoren nog is, dan zal voor de periode van tijd werkloosheid geen eindejaarspremie verschuldigd zijn. Maar u kan het natuurlijk wel zelf overeenkomen en compenseren. Ik zie hier nog een reeks vragen binnenkomen, maar we zijn ondertussen op het einde van ons toegemeten tijdsbestek gekomen. Er is mij u nog te danken voor uw talrijke deelname en aanwezigheid in dit webinar. Nogmaals, de vragen die zijn binnengekomen en die we niet hebben kunnen beantwoorden, die zullen nog individueel beantwoord worden aan elke deelnemer. Voor zover die ondertussen al niet zouden beantwoord zijn geweest. Want ik weet dat een collega van mij ondertussen daar ook een oogje verder op gehouden heeft. En dan wens ik u nog een veilige heropstart. En al succes in de toekomst. Dank u voor uw aandacht.